De vreemdelingen vertelt het verhaal van een boekhandelaar op rust die hoopt dat er eindelijk eens een meisje in de familie geboren wordt. Aanleiding van de roman is een ontmoeting met een jeugdvriend en zijn dochter. Die dochter die was even oud als mijn oudste kleinzoon. En ik dacht, godverdorie, hij heeft één kind en het is een meisje. En ik heb 5 kinderen en kleinkinderen. Het zijn allemaal jongens. Ja. En ik was er eigenlijk zo'n soort steek van jaloezie die ik heel eventjes kreeg. Hè. En dat is er de aanleiding toe geweest om dat boek te schrijven. Van. Als Bram de Lansier, rustend boekhandelaar, terugblikte op zijn leven, had hij eigenlijk redenen te over om tevreden te zijn. Het boek is dus in zekere zin autobiografisch. Walter van den Broek wil de lezer onverbiddelijk met de neus op de eigen verwachtingen van het leven drukken en wat er uiteindelijk van overblijft. Hij wordt dit jaar 74 en beseft dat ook zijn tijd, net als die van het hoofdpersonage, steeds korter wordt. Kijk, als ik 75 word, dan heb ik statistisch gezien nog 5 jaar te leven. Wat kan ik nog met die 5 jaar doen? Ik heb hier nog ergens 1000 boeken zitten. Die zou ik allemaal niet meer kunnen lezen. Ik heb ook nog... kijk, ik heb hier een schriftje. Hier ligt er nog zo eentje. Met allemaal invallen om verhaaltjes te schrijven, romans te schrijven, toneelstukken te schrijven. Een aantal ervan, kijk, die zijn doorgehaald. Dat wil zeggen dat ik die afgemaakt heb. Hè. Maar er staan er ook nog heel veel lege tussen. Dat betekent dus, ik ga 4 levens nodig hebben om dat boekje alleen al af te krijgen. Daarom dat Walter nu zijn laatste boek geschreven heeft. Het is zijn ultiem werk en dat is bij momenten erg confronterend. Het is best mogelijk dat ik er nog een paar schrijf. Hè. Maar dit is het laatste wat ik beschouw als het eindpunt van mijn hele oeuvre. Dus hierin staat wat ik eigenlijk heb gevonden in het leven. Ik zou het jammer vinden dat je zo midden in een boek komt te overlijden, zoals vaak gebeurt. Of je wordt ziek en je kunt het niet meer afmaken. Of je bent aan een cyclus bezig en ja, dat laatste stuk, dat gaat niet meer. Dus ik maak het allerlaatste maal al op voorhand, dan is dat in elk geval klaar. Dus een eventueel volgende boek zal dan mijn voorlaatste boek zijn. Vanaf donderdag 5 maart kan je de nieuwe roman van de Kempense auteur in de boekhandel vinden.